Welkom, dit is het weekoverzicht van ADO TV. Daarin een overzicht van alle items van de afgelopen week. Havenaar. Ja, geweldige goal. De man met de minste balcontacten, maar de balcontacten die ertoe doen. Want hij maakt zijn derde van het seizoen en helpt zijn ploeg hier over het dode punt heen. Want daar zat Aden toch wel een beetje. Geraldo Becker is nu ruim een week speler van ADO Den Haag en maakte tegen Heracles al gelijk zijn debuut. ADO TV sprak Becker over zijn eerste indrukken bij de club. Hoe bevalt het hem tot nu toe? Ja, het is me goed bevallen. Ja, ik ben goed opgevangen door de jongens en door de staf en alle mensen eromheen hier. Dus ja, ik voel het wel lekker, ja. Ben je onder file gestaan? Want dat hoort er ook bij, hè, als je richting Den Haag komt. Ja, ik heb het wel gehoord van die jongens die uit Amsterdam komen, maar ik ben nog niet in de file terechtgekomen. Wat was het leukste in de eerste week? Was dat de kennismaking met de jongens? Was dat het enthousiasme van de trainer? Wat was er leuk? Nou, ik denk weer, andere omgeving weer lekker voetballen. Dus met de jongens weer, met nieuwe jongens op het veld staan en gewoon weer lekker voetballen. Dat vond ik wel fijn, ja. En je hebt je debuut gemaakt. Hoe was dat? Want we hebben het vorige week gehad over het enthousiasme hier. Dat kende je nog niet zo heel erg goed. Nu wel, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb mijn debuut gemaakt en daar ben ik ontzettend blij mee. En het voelde gewoon heel lekker. Ja, het is lange tijd dat ik niet gespeeld had. Maar ik ben weer goed op weg. Heb je veel reacties gehad na je debuut? Ja, ik denk heel veel van vrienden en familie en vrienden, kennissen en dat soort dingen. En ja, ik heb wel veel reacties gehad en ik ben blij dat ze nog op me letten. Hoe dicht zit je nou tegen de basis aan, denk je? Ja, daar kan ik niet zoveel zeggen. Dat is keuze van de trainer. En ja, ik doe gewoon elke dag mijn best op trainen. En daar moet ik het ook laten zien. Dus elke dag keihard werken. Ja, want niemand heeft garanties, hè, in dit leven. Nee, dat heeft niemand. Nee, zeker. En je moet het gewoon laten zien. Je moet je voeten laten spreken. En ik zal gewoon te popelen zodat ik iedereen kan laten zien wat ik kan. En ik heb er wel ontzettend veel zin in. Want er stond van de week ergens in een interview van dat je min of meer een basisplaats eist. Hè? Is dat anders dan dat jij werkelijk voelt? Ja, ik denk dat misschien alles een beetje verdraaid is. Maar zulke dingen kan je niet eisen. Dat zou wel gek zijn, maar... Ja, natuurlijk zou je wel graag in de basis willen staan. Maar zoals ik net zei, je moet het op de training laten zien. En nu heb ik de kans interlandweek. En elke dag gewoon keihard vechten en trainen voor je plek. En dan komt het vanzelf wel. Staat hier iemand te popelen? Ja, ik sta zeker te popelen. Ja, het is wel fijn om weer voor goede publiek, leuke sfeer. Leuke mensen. En je hoort ze altijd wel zingen, schreeuwen. Dus ik sta te popelen om te spelen. En je hebt natuurlijk ook te maken met een winning team, hè? En dan geldt er zo'n regel, hè? Never change a winning team. Ja, zeker. Daar heb ik ook nu mee te maken. Ja. Dus gewoon mijn best doen en dan komt het vanzelf wel. Geen ongeduld? Nee. Nog alleen een beetje normale ongeduld? Ja, normale ongeduld. Ik denk dat erbij hoort. Maar ik heb geduld. Voel je al een beetje hagenees? Ja, ik rijd wel elke dag vanaf Amsterdam naar Den Haag. Maar als ik hier zou wonen, zou ik me meer Haagenees voelen. Maar ik denk dat het wel komt, ja. Heb je een Haags woord geleerd, van Tommy bijvoorbeeld? Ja, ik denk rustig. Nee, Tommy, ja, is een goeie, leuke gozer, ja, om mee te zitten in de kleedkamer. ADO Den Haag, de club van borst naar voren, de kop vooruit. Van Mansveld, Schoenmaker, Lems en Immers. Van Haagse Bluff. De club van het Kyocera Stadion, het Zuiderpark, de Lange Zij. Strijden voor het geel, strijden voor het groen, het mes tussen de tanden. ADO Den Haag, onze club. Doet hij het? Ja! Ik heb zo'n mooie tijd waar dat zal altijd een club in mijn hart zijn tot aan mijn dood toe. In april van 2011 verschijnen de letters op het stadion. En toen dacht ik van, dat moeten we maar doen.
En dan merk je weer, als je met een hele club bent, iedereen houdt van elkaar, iedereen viert feest met elkaar. Dan zijn we echt één familie, één ADO-familie. Mansveld moet schieten en scoort! Bravo, bravo, Aantje Mansveld! Ik vind dat Feyenoord een beetje dom heeft gespeeld, want Laasoms, Israël, die kwamen allemaal in de spits lopen. Ga ik met mijn eigen, met mezelf door en al in. Het betekent. Kijk als hij er maar in gaat. Deze wedstrijd gaan we niet verliezen. De Rijk is nog hier. Hier is Boelikin helemaal vrij. Wat een kans zeg. Ik kreeg hem op mijn dijbeen. Die vink hem op, lijkt hem dood. En dan schoot ik hem links in. Den Haag, onze trots. Trots op het Haagse kwartiertje en samen als één familie. Trots op onze historie. Trots op onze jeugd. Trots op onze sfeer en de beleving. Trots op onze fans. Op vrijdagavond 2 september beginnen de ADO-vrouwen met een uitwedstrijd tegen Telstar aan een nieuw seizoen. Maar eerst moest deze week nog de elftalfoto gemaakt worden. ADO-TV was daarbij en vroeg gelijk aan hoofdtrainer Arend Regeer of hij zin had in het nieuwe seizoen. Onwijs wel zin in. Moeten we afwachten of we er klaar voor zijn. We hebben een hele goede tegenstanders gespeeld de afgelopen voorbereiding. Niet de makkelijkste, wel heel bewust voor gekozen. En, omdat we ons verder willen ontwikkelen en verder moeten ontwikkelen met deze ploeg. Maar ik geloof wel dat we er klaar voor zijn. Maar, het balletje kan alle kanten oprollen. Maar ik geloof dat we er klaar voor zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Hoe is de voorbereiding verlopen? Verliep het naar wens? Als je kijkt naar uitslagen, niet. Maar als je kijkt naar het spel en dingen die we hebben geprobeerd, ja, dan zijn we daar wel tevreden over. Dat we daar stappen hebben kunnen maken. En ik denk dat het heel goed is geweest. De voorbereiding die we hebben gekozen, bewust zwaar. En dat moet zich uitbetalen in de competitie. Dus hoe ziet de selectie eruit? Veel mutaties ten opzichte van afgelopen jaar? Ja, we hebben veel mutaties. Een aantal ervaren spelers zelf gekozen om weg te gaan. Als je kijkt naar Dominique Bruinenberg naar Italië. Kim Dolstra naar het buitenland. Nou, Linette die een stapje hoger op wilde. En ook aan de andere kant moesten we. Qua financiën moesten we een stapje terug doen. Ja, en dat hebben we opgevangen met talent uit de regio, omstreken. Vanuit Jong, wat de afgelopen 2 jaar goed heeft gepresteerd. En daarin willen we stappen maken. En dat we gewoon in de toekomst, als we een visie hebben we neergelegd, dat we over 3 tot 5 jaar dan weer mee willen doen om het landskampioenschap. En daar willen we naartoe groeien. Ja. Dan, de voetballerij draait er toch om het moment zelf, dus dit seizoen. Wat is de doelstelling specifiek voor dit jaar? We willen gewoon bij de eerste 4 eindigen. En dat willen er nog 4 onder ons. Met Heerenveen, met Achilles, Telstar en wie vergeet ik nu? PEC.
Die willen allemaal strijden om de vierde plaats. En ik denk, als je vierde wordt, dan speel je gewoon mee in de kampioenschapsrol. En ja, dan kun je ook weer alle kanten op. Ja, en red je dat niet, is er nog niks verloren. En dan is daarnaast de doelstelling dat we de speelsters verder hebben ontwikkeld. En dat we in jaar twee weer die stappen kunnen maken naar boven. Andere ploegen staan ook niet stil. Maar ja, we willen gewoon met de eerste vier eindigen. En ook verdedigster Helene Heemskerk kijkt uit naar weer een nieuwe voetbaljaargang. Jazeker, we hebben er weer zin in. We hebben 4 weken voorbereiding gehad, dus laat de competitie maar starten. Ja, hoe gingen jullie voorbereiding? Ben je daar tevreden over? Ja, we hebben een trainingsweekend in Frankrijk gehad. Daar hebben we goede prestaties geleverd. En daarna hebben we tegen een Belgische tegenstander gespeeld en 2 Duitse. We hebben alle 3 verloren, maar wel allemaal hele sterke tegenstanders. We hebben een goede voorbereiding gehad met veel weerstand. Dus er is wel een bewuste keuze geweest wellicht van de trainer? Ja, zeker. Want vorig jaar hebben we eerst tegen topklasseclubs geoefend. En daar wonnen we met ruime cijfers. En dan merk je toch wel, dan ga je met een goed gevoel de competitie in. Maar dan krijg je toch wel de deksel op je neus. Dus nu denken we dat we beter voorbereid zijn dan vorig seizoen. Want, wie zijn de concurrenten voor, hè? Ik heb net gehoord, de bovenste 4 posities is de doelstelling. Hoe zie jij dat? We gaan voor die bovenste 4 plekken, want daar heb je Ajax, PSV, Twente. En vorig jaar zijn wij 4e geworden, dus wij gaan toch ook om bij die top 4 te blijven. Omdat je anders de play-offs natuurlijk later tegen de lagere teams speelt. En we willen bij die hoogste teams eindigen. Afgelopen dinsdag was het weer zover. En het is inmiddels een jaarlijkse traditie. De business kick-off van ADO Den Haag. En deze keer vormde het gloednieuwe jeugdcomplex De Aftrap het decor voor het begin van het zakelijk seizoen. Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Gastheer Rob Meppelink, onze hoofdjeugdopleiding, vertelde met trots over de grote stappen die de club op het gebied van opleiding inmiddels heeft gemaakt. En toonde natuurlijk met grote trots de 2 locaties. Het topsportgebouw en de kantine. En alle aanwezigen op de business kick-off van ADO Den Haag kregen natuurlijk de mogelijkheid om ook een kijkje achter de schermen te nemen. En dat leverde enthousiaste reacties op. Wat zijn uw eerste indrukken van het nieuwe complex? Nou, mooi, goed verzorgd, netjes. Ja, ziet er professioneel uit. Dus ik denk dat ze daar goede ontwikkelingen mee kunnen hebben. Ja, absoluut. Het ziet er fantastisch uit. Ik denk dat dat voor de talenten heel belangrijk is om zich hier te ontwikkelen. Zeker gezien het verleden waarin het toch zeer verouderd was. Ik merk wel op dat er veel tijd, energie en geld in de jeugdopleiding gestoken wordt. En dat betekent ook dat de discipline hoog in het vaandel staat. Waar kijkt u het meest van op als u het zo ziet allemaal? Hoe groot alles is, goed georganiseerd en de professionaliteit staat hoog in het vaandel. En dat was het weer voor deze week. ADO Den Haag speelt pas weer thuis op zaterdag 24 september. Heerenveen is dan de tegenstander. En kaarten voor deze wedstrijd zijn wel al te koop via adodenhaag.nl/kaartverkoop. Volgende week dan speelt ADO uit tegen Feyenoord. En daarom even een terugblik op de 2-0 overwinning van het vorig seizoen. Tot volgende week. Zuiverloon staan de 3 van ADO in het 16 meter gebied. Er komt de voorzet bij de tweede paal. Havenaar, dit wordt hem. 1-0 ADO. Jansen met de goal. En een hoofdrol natuurlijk voor Mike Havenaar met de kop. Een groot gevaar. Hij legt hem keurig in de loop van Jansen. In die rol manifesteert Jansen zich nu. Kijk, er is helemaal niemand in de buurt daar bij de nummer 7 van Feyenoord vanuit het middenveld. Lang onderweg de voorzet. Vermeer twijfelt even. Besluit niet te komen. Havenaar wint het van Karsdorp. Bakker. Bakker, Zuiverloon ineens erdoor. Zuiverloon en het is 0-2 door Zuiverloon. ADO eigenlijk zo'n beetje voor het eerst op de helft van Feyenoord in de tweede helft. Maar Zuiverloon rond dat heel rustig af tegen zijn oude club. 3 kansen voor ADO deze wedstrijd. 2 goals. Dat is een moyenne waar je mee thuis kan komen.